Oké, dan. Oké. Zo. Wasstraat. En oh, weer een wasstraat. Staat die buiten ook aan? Weet ik niet. Hoe kan ik dat zien? Knipperend lampje. Hij zegt 00. Ja. En? Nu zegt hij 0001. Loopt hij? 3. Ja. Hey. Top. Mooi. Op de achterbank zit alweer Jeroen Verkroos. De vorige keer werd jij door iemand die de wasstraat had bekeken, werd jij beschreven als een duivelse marketingboef. Ik ben benieuwd of je nog steeds zo omschreven wordt, want je hebt inmiddels wel een andere baan. Ja. Toch? Ja, ik bevind me hier nu in de incarnatie van de sympathieke productontwikkelaar. Zo. Nou, ja. Kom maar op met die eufemismes. Wat betekent dat? Dat je mooie dingen maakt voor de mensen. Mooie digitale dingen voor de mensen. Daar komt het eigenlijk op neer. Tenminste, dat dacht ik dat mijn baan was toen ik begon met de persgroep 1,5 jaar geleden. Oh, hoor ik daar enige lamenting? Spijt misschien? Nee, helemaal niet. Oh, okay. Ik had alleen nog wel meer mooie dingen willen maken voor de mensen. Maar het is best moeilijk. Dat valt toch altijd tegen. Ja. Je ambitieniveau ligt vaak wat hoger dan de echte output van wat je met z'n allen voor elkaar krijgt. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dus waar komt het op neer? Wat dingen, zegt het kaartje en wat dingen bedenken wat doe je? Is natuurlijk makkelijker dan doen. Ja, dat is waar. Nou, wat het kaartje zegt is Chief Digital Officer. Ja. Wat fantastisch klinkt. In elk geval heel veel e-mail oplevert van mensen die iets willen verkopen. Oh, je bent een pitchrobot geworden. Nou ja. Mensen die denken dat ze oplossingen hebben voor diverse problemen zoals daar zijn. Jullie moeten vast iets met content management. Tuurlijk. Jullie willen waarschijnlijk iets met personalisatie en al dat soort dingen. En er zijn best veel mensen die daar oplossingen voor hebben die ze graag aan je willen verkopen. Nou, goed, dus even gezegd. Ik krijg heel veel e-mail. maar het is vooral eigenlijk een interne rol. Je moet het zo zien dat uiteindelijk het natuurlijk heel gek is om iemand te hebben voor digitale dingen in een mediabedrijf. Mm-hmm. Om dat apart te zien van de rest van het bedrijf is natuurlijk eigenlijk raar. Ja, de core business is publishing en advertising, of tenminste publishing en geld daarmee verdienen, toch? Ja, dingen maken, inhoud maken en die de waarde van het geld dat mensen eraan besteden waard is. Ja. Waar mensen met aandacht kennis van nemen en met plezier. En die ze de moeite en het geld waard vinden om dat te blijven krijgen. Dat is natuurlijk niet een distributiekwestie, want of ze dat nou krijgen op papier of via een digitaal apparaat, dat maakt verder niet zoveel uit. Nee. Sommige mensen vinden papier heel fijn. Sommige mensen hebben helemaal niks met kranten, maar willen wel graag het nieuws weten. Ja. En heel veel mensen hebben een krant en vragen zich dingen af, zoals bijvoorbeeld de AD lezen vandaag van goh, ik heb betaald voor de krant en voor al die verhalen die erin staan. Maar ik kan dat nergens online terugvinden als ik het even wil gebruiken ergens voor of ik wil het delen met iemand. Ja. Ja, dan moet ik een foto maken van mijn krant. Dat voelt wel heel erg 2003. Het gebeurt nog steeds, hè? Ja, het gebeurt nog steeds. Mijn schoonmoeder neemt elke week krantenknipsels mee die wij wellicht interessant zouden vinden. Oh, fantastisch. Ja. Echt waar? Ja, en dat doen best veel mensen nog. Het grappige is dat ook vrij veel Volkskrant-abonnees dat nog doen. En dat je als Volkskrant-abonnee ondertussen gewoon echt alles waar je recht op hebt en wat je gekocht hebt, gewoon kunt vinden op de website en in apps enzovoort. Ja. Maar je hebt nog altijd mensen die dat niet ontdekt hebben. Ja, ja. Maar toch moet je daar wel naartoe uiteindelijk. Weet je, als je één keer die informatie gekocht hebt als klant, dan moet je daar gewoon altijd bij kunnen. En wij moeten ervoor zorgen dat het is op de plaatsen waar je dat verwacht. Ja. Ja. En daarom heb je ook bij ons, als je bijvoorbeeld Volkskrant-abonnee bent, kun je niet alleen alles op de website van de Volkskrant vinden of in een app. Maar ook als je bij Blendel terechtkomt, omdat je daar betaald een stukje gevonden hebt, kun je inloggen met je Volkskrant-account. En dan hoef je niet nog een keer te betalen, want je had het al een keer betaald. Alright. Ja, precies. Ja. Wat zijn de... Waarom is digitaal wel een apart... nog een apart hoofdstuk? Wat is er zo moeilijk aan? Waarom is het moeilijker dan papier? Ja. Nou, digitaal is niet zozeer moeilijk. Wat moeilijk is voor mensen is verandering. En in veel organisaties moet van alles veranderen, omdat digitalisering ervoor zorgt dat allerlei processen op z'n kop gaan. Okay. Moet ik dat even heel plat slaan. 20 jaar geleden, en dit klopt niet helemaal, maar wel ongeveer. Mm-hmm. Als je kijkt als uitgever van een krant, dan was je 30% van je geld kwijt aan distributie, 30% aan drukken, 35% aan redactie, 5% aan overhead.
Als je 20 jaar vooruit kijkt, is het waarschijnlijk 40% redactie, 40% IT en 20% overhead. Ja, Weet je? Dus die hele manier hoe je dan werkt in een bedrijf, ja, die verandert totaal door digitalisering. Want distributie, dat, ja, ik denk dat we nog wel een tijdkranten maken. Of dat over 20 jaar nog gebeurt, weet ik niet. Maar dat wordt echt een niche, een luxe product. Ja. En de bulk van je bedrijfsvoering gaat dus uiteindelijk volledig digitaliseren. Dat betekent allerlei dingen. Ja. Bijvoorbeeld dat je ICT-afdeling van een soort van kostenplaats ineens een strategische omgeving wordt. Ja. Dat houdt in dat die mensen daar ook anders naar business moeten gaan kijken. Dat houdt waarschijnlijk in dat je op een andere manier een organisatie moet ondersteunen. Ja. Dus daar helpt een chief digital officer bij om dat een beetje te begeleiden. Voor marketing houdt het in dat je van massacommunicatie voor iedereen dezelfde krant ineens een product gaat maken wat per persoon verschillend is. Ja. Dat je één-op-één relaties gaat aanmaken, dat je gaat personaliseren. Dus dat is ook heel anders. Daar zijn jullie echt mee bezig? Daar hebben we grote ambities op dat vlak. Okay. En daar zijn we aan het werken om dat mogelijk te maken. Als je kijkt naar redacties. Een redactie maakte vroeger een krant één keer per dag heel overzichtelijk. Als je op een gegeven moment het nieuws wil terugclaimen, wat kranten verloren zijn toen ze alles voor de krant bewaarden en andere mensen dingen online gingen zetten. Ja, precies. Ja. Dan moet je ook, et cetera. Ja, maar dan moet je ook je redactie anders gaan inrichten. Dus je workflow. Je moet anders omgaan met hoe breng ik iets naar buiten en wanneer. Ja. Dus daar help ik ook een beetje bij om daarover na te denken. En probeer ze de juiste tools en instrumenten in handen te geven. Maar goed, om een goed product te maken. Dus het heeft overal mee te maken in het bedrijf. Ja. Maar je zegt, hè, 20 jaar geleden. 20 jaar geleden is best wel wat veranderd. Hoe is zeg maar jouw rol dan, zeg maar, ben je nu pas dat proces aan het opstarten om zeg maar zo'n inhaalslag te maken, of hebben we het meer over van nu moeten we de puntjes op de i zetten, zeg maar echt en gewoon de grote stap maken of klaarmaken voor de grote stap? Nee, we zijn dat gaat natuurlijk nooit op een bepaald moment. Het is niet dat we op 14 maart volgend jaar dat we de grote stap zetten. Zo werkt het niet. Nee. Schakelaar. Dus het is online, alles. Uiteindelijk is het natuurlijk, daarom zeg ik ook 20 jaar geleden en 20 jaar in de toekomst, omdat het uiteindelijk een heel gradueel proces is waar je middenin zit als organisatie. Ja. Maar eigenlijk zag je een paar jaar geleden dat organisaties digitaal apart zetten. Dat was bij de persgroep ook zo. Er waren aparte mensen voor digitaal en voor de websites. Ja. En hij had de gewone redactie. En dat is niet meer van deze tijd. Dus je ziet nu dat langzaam maar zeker al die digitalisering uiteindelijk op de plekken moet gebeuren waar het echt moet gebeuren. Dus redacties moeten digitaliseren. IT moet op een andere manier gaan werken. Marketing gaat op een andere manier werken. Ja. En uiteindelijk zijn al die veranderingsprocessen, dat zijn langdurige processen waar je stapje voor stapje gaat. Ja, dus er zijn eigenlijk een redacteur bijvoorbeeld, die moet gewoon weten van, wat ik nu schrijf, dat komt niet alleen in de krant, maar dat kan op 5 verschillende en in de toekomst nog wel 10 verschillende manieren eruit komen. Ja, Hey, je hebt natuurlijk heel veel keuze tegenwoordig. Hè? Als een verhaal zich net begint te ontvouwen, iets gebeurt. Ja. En dan kan je in principe ervoor kiezen om erover te tweeten. Ja. Je kan zeggen, dit is gebeurd en binnenkort vertellen we er meer over. Ja. En je kan ervoor kiezen om te zeggen, ik ga dat nu op mijn website vertellen. Of ik vertel in elk geval de 5 W's. Wie, wat, waar, wanneer, waarom. Op mijn site nu, zodat het duidelijk is dat dit gebeurt. En later ga ik het aanvullen en meer duiding aan geven. Ja. Je kan op een gegeven moment zeggen van, goh, ik vind het belangrijk dat we dat audiovisueel gaan doen. Dus ik ga eens praten met mijn vrienden bij de lokale omroep of bij RTL of er geen video van is. En ik ga het dan uitbouwen en verrijken. Ja. Je kan op een gegeven moment in een krant. Daarna kan je de dag daarna kan je een achtergrondverhaal doen of een interview met iemand. Ook daarvan kan je weer kiezen, doe ik dat op mijn site of hoort het in de krant. En uiteindelijk kan je iemand nog een keer in het weekendmagazine van je krant helemaal uitdiepen en daar een achtergrondverhaal van maken. En al die keuzes die heb je, en de meeste daarvan zijn ook door digitalisering. Maar bovendien heb je ook nog tijd. Hè? Dus een artikel, dat werd eigenlijk alleen maar gemaakt voor nu. Ja. In de krant. En daarna is het dood. Het is niet volgen. Je ziet tegenwoordig van, bijvoorbeeld bij gerelateerde artikelen zie je soms oude artikelen verschijnen. Ja. Maar die zijn dan achterhaald. Daar kan toch ook wel wat mee. Nou, wat je merkt is dat, en dat doen wij nu ook, en dat is een van de dingen die we nog beter moeten gaan doen in de toekomst. Een krantenartikel is natuurlijk geschreven op een hele specifieke manier. Namelijk, dat kent geen context.
Je hebt altijd maar één artikel in een krant over een bepaald ding. Ja. Dus wat krijg je? Peres de Cuellar, de voormalig secretaris-generaal van de Yada Yada. Ja. Dat slaat natuurlijk nergens op. Eventjes voorstellen, maak je een link van zo'n man zijn naam. Als iemand wil weten wie het is, dan klikken ze er maar op. Ja. Maar wat we nu doen is tweedimensionale stukjes publiceren in eigenlijk een driedimensionale omgeving. Waar je die concepten allemaal aan elkaar zou kunnen linken. Ja. En eigenlijk een andere manier van consumeren en navigeren mogelijk maakt. Nou, dan mogen we echt nog wel een paar stappen zetten voordat we dat goed in de vingers hebben. Ja, goed over nadenken. En dat willen mensen dus ook. Hè? Dat, ik neem aan, jullie onderzoeken dat jullie praten met mensen. Of is dit meer een visie die jullie neerzetten zoals jullie denken dat... Dat jullie winst of jullie businessmodel ook het beste werkt. Nou ja, ik denk hoe steken jullie dat in? Dit is op zich niet zozeer een businessmodel gedreven discussie. Het is niet een businessmodel gedreven discussie. Het gaat erom dat als je internet echt helemaal plat slaat, zijn er volgens mij twee onderscheidende kenmerken. En het eerste is dat je het niet voor iedereen hetzelfde hoeft te laten zijn. En het tweede is dat je dingen aan elkaar kunt linken als concepten. Ja. Die twee dingen doen we allebei nog niet online met onze krantencontent. En die eerste, daar vraag ik me wel eens van af. Hè. Je ziet bijvoorbeeld toen de 3D-printer werd ineens betaalbaar. En toen werd die aangeprezen als nu kunnen mensen allemaal dingen gaan maken. Ja. Maar willen mensen wel dingen maken? Volgens mij is het grootste deel van de mensheid gewoon een simpele consument die dingen wil hebben of kopen. Ja. En volgens mij geldt dat ook als je... simpel gezegd voor nieuws. Ik wil helemaal niet nieuws verzamelen. Ik wil graag dat mensen dat voor mij doen. Ja, ja. Als je kijkt naar nieuws, en de twee dingen die als je ook dat kun je helemaal plat slaan tot twee dingen. Dat is mijn nieuwe model. Alles is twee dingen. Het model van twee dingen. Ik ga er een boek over schrijven. Ja, 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 ja. Dingen plat slaan. Weet je, om te beginnen moet je heel veel informatie verzamelen, filteren en duiden. Ja. En dat is zoveel mogelijk, want je moet alles wat voor jouw doelgroep relevant is, moet je kunnen brengen. En ten tweede, als je dat vervolgens allemaal uitspuugt naar de mensen die je klant zijn, dan worden ze helemaal gek. Want mensen krijgen al veel te veel informatie. Dus je tweede functie is filteren. Ja. En de juiste dingen naar de juiste persoon brengen. En dat doe je in een krant natuurlijk voor je hele doelgroep, alsof die één persoon is. Ja. Daarom werken redacties ook graag met eikpersonen. Nou, dit is hem. Daar doen we het allemaal voor. Ja, precies. Ja, lekker makkelijk. Okay, we hebben een persona, een eikpersoon. Ja? Maar online... Toevallig is dat ook past dat heel goed bij de ideeën die je daarvoor al had. Hè? Ja, dat heel is raar. Altijd die eikpersoon kan je ook afstemmen op wat je eigenlijk wil maken. Ja, precies. Ja. Wat zou ik willen en hoe kan ik dat plot op iemand? Maar dat excuus dat heb je omdat je nu eenmaal maar één krant kan maken. Ja. En dat excuus dat heb je online niet. Want het is perfect mogelijk om jullie lastig te vallen met dingen over design en internet waar ik mijn moeder niet mee lastig zou vallen. True. En als ik dat excuus niet heb, dan, dan hoor ik dan ook die verantwoordelijkheid te nemen om dat goed te gaan doen. Toch? Ja, precies. Ja. Dus is dat een businessmodelkeuze? Nee, niet echt. Dat is gewoon proberen dingen te doen waar mensen prijs op stellen, waardoor ze langer je klant blijven. Ja. Nou ja, ik neem aan dat, wat je net zei ook zo van, nou ja, je verdient natuurlijk, dat was in een interview geloof ik. Je gaf aan van, nou, je verdient natuurlijk met advertenties, maar het lijkt er nu ook op dat mensen daadwerkelijk willen betalen voor content. Maar ja, misschien moeten we daar eens een soort van tweesplitsing in doen. Maar dat betekent dus dat je dus heel specifiek zeg maar, iets gaat maken voor een bepaalde doelgroep. Dus bijvoorbeeld ook dat je advertentieaanbod daar preciezer voor wordt. Ja. Want daar is natuurlijk, dat is dan ook een klant van je. Nou, de advertenties zijn al het meest gepersonaliseerde ding op het internet. Ja. Dus daar kunnen we nog veel van leren. Maar dat gaat nog helemaal niet goed. Nou ja, dat als ik het zo hoor van de mensen die dat advertenties. Dat hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Ja. Elke procent meer respons is op zich vooruitgang. Ah, ja. In de definitie van de marketeer. Even bestellen. Oh, hoi, ik wil graag de goedkoopste. Goedkoopste? Ja. Ik doe gelijk even de unit eraf. Dus dat is op het moment de goedkoopste. Doe die dan maar. Ja. Wil je misschien nog de wiper erbij voor 2,50? Nee, ik hoef verder niks erbij. We zijn er heel goed van geworden. Ah, oké, maar wacht even. Dus je hebt het over dat het is succes als... Dus aan, alsjeblieft. Dank je. Ik wens je een fijne dag verder. Ja, ja. Dank je wel. Het is een succes als marketing het een succes vindt. Nee. We hadden het over personalisatie. Over advertising hadden we het over. Ja, ja, precies. Bij advertising is personalisatie eigenlijk verder dan bij veel content. Ja. Okay. Want, ja, laten we even het voorbeeld nemen. Jullie hebben vast ook wel eens iets gekocht op Amazon. Ik doe dat vanaf vorige eeuw. En bij Amazon zijn ze in 2014 nog steeds niet zo ver. Hé, die komt uit een verrassingsei. Ja. Die ken ik.
Sorry, heb ik gehoord zeggen. Scroll! Ja. En ook bij Amazon zijn ze nog steeds niet verder dan dat ik in 2014, als ik naar Amazon ga, weer fucking Depeche Mode geadviseerd krijg. Omdat ik in 2002 één keer een CD ervan gekocht heb. En dan denk ik, ja, jongens. Het is ook niet eens iets wat nieuw is en wat lijkt op Depeche Mode, wat ze me dan aanraden. Ik krijg gewoon de cd's die ik allemaal niet bij hun gekocht heb, van diezelfde band geadviseerd. En dat is dan 20 jaar personalisatie. Maar dat hoor ik ook over reclame, toch? Daar hoor ik ook altijd mensen klagen van, ik heb schoenen gekocht of ik heb een stereo gekocht, een wasmachine, en dan word ik maandenlang over die wasmachine lastiggevallen. Ja, ik heb hem al! Ja, lullig is dat mensen wel weten dat je op een gegeven moment in het zoekproces zat, ja. Maar alleen degene die jou het product verkocht heeft, die weet dat je het gekocht hebt. En vaak is ook die loop nog niet eens goed. Dus maar eigenlijk wat ik dus bedoel, het werkt niet. Het werkt misschien lekker voor marketeers, want jij zegt als het een procent meer oplevert, is het goed. Dat is een succesfactor. Maar voor mensen, wat ik er altijd over hoor in elk geval, is dat de mensen zelf er nog helemaal niet zo tevreden over zijn. En dat het daar dat ene procentje niet te merken is. Het leven niet aangenamer maakt. We missen een beetje de cross-sell. Maar reclame maakt het leven van mensen natuurlijk per definitie niet aangenamer. Dat heeft een ander doel, dat is namelijk om mensen iets te verkopen. Mensen vinden dingen kopen soms wel aangenaam, maar reclame vinden weinig mensen leuk hoor. Dat valt vies tegen. Ja. Maar goed, laten we even kijken naar het content domein, want dat is eigenlijk interessanter. Weet je, wat je ziet in content, dat is dat de functie van een nieuwsorganisatie is niet alleen om mensen naar de bek te praten. En te pleasen met alles wat ze al weten dat ze leuk vinden. Is ook om ze te wijzen op conflicterende opinies. Die wel de moeite waard zijn om ook een keer kennis van te nemen. Te vertellen wat er buiten je eigen koker gebeurt. Ja. En al dat soort dingen. Dat is eigenlijk de kwaliteit van een redactie. Die bepaalt in hoeverre dat lukt. Wow. Ja. Maar dat is vooral iets wat in een krant heel goed gaat. Ja. Dat een krant een heel groot ding is. Dat je voor je openvouwt. Waar je alles op je af laat komen. Als je kijkt naar de gebruiker in het digitale domein, dan ben je vaak zit je in een hele andere modus als gebruiker. Je gaat online omdat je even een e-mail wil sturen, je wordt getackled door je homepage, er staat een berichtje op, je klikt door. Ja. Maar je bent heel erg actiegedreven, je wil ergens naartoe, je hebt helemaal niet zoveel tijd om dingen op je af te laten komen. Ja. En dat Ik bedoel, we hebben nu gewoon de oplossing gevonden. En interessante ervaring ook. Mensen zonder waarderen. Persgroep. Mooi bedrijf. Kwaliteit. Intelligente klant. Mooie product. Commerciële zendtijd. Ik word gebracht door diversificatie. Af en toe een masochisme. Ik denk dat hij luider is geworden. Ja, hè? Ik weet niet. Hey, maar hoe dit, zeg maar, ja, dus het moeilijke is, omdat wat je echt de kwaliteit is, de kernkwaliteit is van journalistiek, hè, om mensen hun een denkraam te vergroten en een blik op de wereld te verrijken. Ja. Dat is in digitale veel moeilijker dan in een krant. En dat hebben we ook nog niet zo heel erg lekker voor elkaar. Hey, maar hoe is dat moeilijker? Want vanwege de modus waar je in zit. Hè. Mensen in digitale hebben over het algemeen midden op de dag zitten op hun werk. Hebben heel even pauze, maar niet te lang. Hebben geen zin om lange video's te kijken over dingen. Staan op een perron ergens, hun trein komt zo. Maar wacht even, nee, maar dat... Maar je hebt dus dat zijn van die aannames. En die aannames, die deden we eerst ook over mobiel. Mensen met mobiel hebben haast. Maar als je kijkt, waar lezen mensen hun mobiel? In de trein. Ja. En je hebt die prachtige vergelijkingsfoto waarin mensen... weet je, mensen zitten altijd te klagen. Mensen zitten alleen maar naar hun mobiel te staren. Ja. En dan zie je een foto uit de jaren 50. En dan zit iedereen met zo'n grote krant. Ja. Dus ik denk dat het verschil er veel minder is. Mensen zitten de krant te lezen, maar dan digitaal. Ja, maar op een mobiel schermpje is het best wel moeilijk om 10 dingen tegelijk aan te prijzen. Wat je in een krant makkelijk kan, omdat je daar gewoon 2 grote oppervlakken hebt waarover je je waarde kan uitstallen. Dus het is een ander soort ervaring. Ja. De modus van mensen is in een trein heel anders, maar vaak zitten mensen overdag ook in jachtige situaties.
Waarbij 's ochtends, als je net wakker wordt, ja, weet je wel, het eerste waar je mee geconfronteerd wordt, dat ben je zelf in de spiegel of misschien je vrouw of je kinderen. Ja. En dan vervolgens doe je een stapje en dan kijk je eens een keer op je smartphone of nog iemand een berichtje voor jou gepost heeft. Ja. En daarna ga je aan de ontbijttafel zitten. En als je dan een krant voor je openvouwt, is dat eigenlijk het eerste moment dat je de wereld weer een beetje op je af laat komen. Dan ben je ook in een veel ontvankelijker modus dan later op de dag. En s'avonds om 10 uur, dan gaat dat weer een beetje terug. Dan willen mensen ook nog wel verdieping en verrijking, maar het moet ook niet met 1000 dingen komen om 10 uur 's avonds. Je bent een beetje aan het afsluiten. Okay. Alvast is gedaan, de kinderen liggen op bed en dan moet je niet nog een keer 10.000 dingen moeten doen. Want daar word je ook niet vrolijk van. Dus als je naar mensen kijkt, dan krijg je wel een soort gevoel wat je ze zou moeten bieden op verschillende momenten. Ja. Hey, en Jeroen, maar dit is natuurlijk heel reactief. Hey, je noemt het patroon waar mensen nu in zitten. Maar nou goed, ik heb het helaas niet meegemaakt, maar met de komst van radio en televisie was het ook op een gegeven moment van, ja jongens, we hebben gewoon het moment dat iedereen om de kast staat of zit, ja, en aandachtig luistert naar wat er gebracht wordt. Zeg maar, denk je dat zoiets nog terug zou komen? Of denk je dat het een onomkeerbaar proces is? Radio en televisie waren, kijk, radio was natuurlijk al een manier van consumeren die op een gegeven moment gewoon televisie geworden is. Want je kent ook die verhalen van mensen die met z'n allen rond de radio gekluisterd zaten voor de bonte dinsdagavond. Ja, Koning Boswachter. En nu kijken we met z'n allen dan naar The Voice of Holland. Maar dat is nog steeds dezelfde familiesetting, s'avonds, entertainment, met z'n allen ergens naar luisteren. En dan morgen nog even met de vrienden, de klasgenoten of de collega's over babbelen. Dus dat is, dat maar is mijn punt was eigenlijk, denk je dat wij nog nieuwe patronen zullen... Denk je dat misschien de media mensen kunnen stimuleren om nieuwe patronen te leren? Hè? Dus dat er een nieuwe modus komt, in plaats van dat het toevallig... De diepgang waar jij het over hebt, dat die dan weer eigenlijk een beetje onderdrukt wordt of weggehaald wordt of minder belangrijk wordt midden op de dag. Puur omdat mensen echt lange termijn kijkt, dan zie je macro-economische voorspellingen dat we veel meer met z'n allen veel meer vrije tijd zouden krijgen door robotisering en dat soort ontwikkelingen. Ja. Nou, dan, als dat echt gebeurt, dan ga je misschien nieuwe patronen zien. Ja, precies, maar dat wij van de media dat even gaan regelen, dat lijkt me iets te arrogant. Is het niet regelen? Onderzoeker, research. Ja, maar wij gaan daar niet de drijvende, veranderende kracht in zijn. Okay. We moeten er wel op inspelen. Want je moet uiteindelijk mensen volgen. En zorgen dat je ze iets biedt waar ze iets aan hebben. We hebben een oceaan aan content. En de keuze is telkens aan ons wat daaruit is nu relevant voor de mensen die ons raadplegen. Mm-hmm. We proberen na te denken in wat voor situatie bevindt diegene zich. En dan ga je op basis daarvan ga je proberen de beste selectie te presenteren op dat moment. Ja. Ja. En dat houdt ook in dat ik je apparaat bijvoorbeeld bekijk als dat mag. Zodat ik als jij met 120 km per uur over de A12 gaat, misschien op dat moment even niet een funny video naar jou toestuur. Omdat dat nou niet echt het moment is. Nou ja, dat zijn. Ik ben daar bij mij op school ben ik daarmee bezig op dit moment. We noemen dat vak adaptive content. Dus we kijken van wil je content op een andere manier tonen. Al nagelang, whatever. Hè, ja. Wat je maar kunt verzinnen. En een van de dingen die we kunnen verzinnen is inderdaad locatie. Maar zegt dat iets? Context is denk ik het juiste woord. Locatie context is een vorm van context. Ja. Maar ik denk dat de rekening houden met de context waarin mensen zitten heel belangrijk is. Maar wat kan je meten? Hè? Dus bijvoorbeeld, wat kan ik concluderen aan het feit dat iemand beweegt? Ik kan concluderen dat iemand auto rijdt, maar ik kan ook concluderen dat het een van jullie twee is die even wat opzoekt. Ja. Ik bedoel, dat... Ik rij ook auto. En jij bent nu passagier en dat is geen enkel probleem. Nee. Dus het trekken van die conclusies, ik weet dat we dat willen. Ja, het wordt nooit perfect, hè? Ik vraag alleen af, hoe kunnen we dat meten? Wat kunnen we wel meten, wat kunnen we niet? Nou, je kan aannames doen, maar meer dan aannames zullen het nooit worden. Mm-hmm. Tenzij iedereen persoonlijk gaat volgen met een camera. Ja, dus of dat dingen simpel vraagt. Ja, dat, dingen vragen kan je doen, maar dan weet je van de context van dat moment iets. Maar een half uur later heb je er niet zoveel meer aan. Ja, maar het kan bijvoorbeeld een reactie zijn. Lange termijn context kan je natuurlijk vragen. Maar bijvoorbeeld, ik bedoel, we weten dat bijvoorbeeld mensen die in de rij zitten bij de Albert Heijn. Wat die doen is, ze unlocken hun telefoon, dat is een actie, en zetten bijvoorbeeld een browser aan of een bepaalde app en dat zou mogelijk gedrag kunnen zijn waarvan je zegt van nou iemand is nu verveeld en zoekt entertainment. Ja. Om het maar straat te noemen. Nee, dat zou kunnen. Ik denk dat we... Misschien staat diegene wel in de Albert Heijn 20 meter terug naar een barbecue te kijken. En wil je weten of dit een goede prijs is voor die Weber. Ja, ja. En is hij niet verveeld, maar is hij op zoek naar commerciële informatie voor e-commerce. Dus het is met aannames, dat is een hele mooie term voor in het Engels. Assumption is the mother of all fuck-ups. Ik ken er nog één.
Maar assumptions make an ass of you and me. Oké, maar het is volgens mij zijn aannames ook weer datgene waarmee we vooruitkomen. Ik bedoel, je moet aannames doen om überhaupt... Hypotheses zijn dat toch? Ja, het is generaliseren. Generaliseren moet je willen, dat is fijn en heel comfortabel, want dat maakt de wereld simpel en overzichtelijk. En als je de volle complexiteit van de wereld op elk moment wil ervaren, dan lig je uiteindelijk gewoon inert op de grond. Ja. Dat is een quote. Ja. Hey, trouwens, hoe weet het, heel even tussendoor. Weet het, de vorige keer dat jij er was aflevering 20. Nu zitten we op 37 inmiddels. Jezus. Heb jij nog iets gehoord? Heb jouw collega's, het gezin of je vrienden of weet ik wat, die erin in de wasstraat hebben gezeten? Ik heb het gevoel dat er een aantal sollicitaties op afgeketst zijn. Ik deze baan. Oftewel, SEO werkt. Goed zo. Nee, ja, het valt redelijk mee. Direct nadat het online kwam wel, maar het is niet dat ik nu een soort van longtail ervaring heb op basis van de vorige aflevering. Nee, kijk, we proberen een brug te maken, ook verbindingen onderling tussen de... Ja. Kijken of we een persoonlijke experience kunnen maken. Dus ik ben dan in aflevering 54 weer aan de beurt, oké? Ja, nou ja, we hopen nu ook gefuikt te worden. Ik heb een machete bij. Ja, ja, precies. Ik zou inderdaad even langs een fuik moeten rijden. Ja, op de ring valt dat mee hoor, met het aantal fuiken. Ja. Dus het is toch niet de meest kansrijke omgeving. Nee, inderdaad. Ja, toevallig was ik bij de Linnéestraat waar we de vorige keer gefuikt waren. Maar er stond niemand. Dus het was geen warm comité met koffie en thee. Weet je, ik denk uiteindelijk wat jouw vraag is over die aannames. Ja. Ik denk dat voor ons, als ik even kijk naar onze nieuwsmedia, het ideale combinatie is dat je 1/3 brengt wat jij vindt dat je moet brengen. Wat de identiteit van je merk is. Ja. Om de gulden snede dan maar te volgen. 1/3 vanuit context probeert aan te reiken wat je denkt dat relevant is. Ja. En 1/3 moet proberen af te stemmen op de werkelijke kennis of het gedrag van die persoon die je op feitelijkheden kan baseren. Dat zijn dingen als instellingen of zo. Nee, maar dat kan ook zijn. Iemand is over het algemeen heeft hij een patroon dat hij 's ochtends kijkt naar het sport, naar het weer, naar het verkeer en naar binnenlands nieuws. Dan kan je eigenlijk al gaan zeggen, ik ga dat faciliteren door te zorgen dat ik dingen waar die al geweest is, die zijn niet meer te zien, want die hoef ik niet meer aan te reiken. Ja. En dingen die vaak in het patroon zitten, die ga ik makkelijk presenteren, zodat hij snel datgene kan doen wat hij graag doet elke ochtend. Je kan kijken naar andere mensen die eenzelfde soort sessie hebben en zeggen van, nou ja, nadat mensen naar weer en verkeer gegaan zijn en ze zijn man, gaan ze heel vaak naar sport, dus laat ik nu maar sport presenteren. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. Ja, inderdaad. Ik ben heel benieuwd. Dat is sessie, hè? Maar je kan ook zeggen, goh, hé, iemand logt in vanaf de IP-range van KPN op het Maanplein. Dan heb ik hier nieuws over Vodafone, wat normaal gesproken niet de voorpagina zou halen, maar in het rijtje met de linklist met dingen voor jou, zou ik dingen over andere telco's en nieuws zou ik wel eens veel hoger kunnen laten scoren. Want ja, ik weet niet wie het is, ja, dan is maar ik de zie hoge wel urgentie. Dat er geen vanaf KPN komt en dat waarschijnlijk nieuws over de concurrent wel relevant is voor deze persoon. Dus ja, dat is ook context. Okay. En dat is een feit, hè? Dat is niet een willekeurige waarneming. Ik zie dat hij van die IP-range komt. Ja. Ja. De vraag is natuurlijk, zoeken mensen daar ook echt naar, hè? Als jij bij KPN werkt, is de kans dat je Vodafone leuk of interessant vindt groter dan wanneer je er niet werkt. Dan dus misschien allemaal om, is de kans groter dan. Niet is dit een absoluut feit. Nee, inderdaad. Ja, ja, nou, misschien ook dat mensen het zelf wel zelf aangeven. Dus bijvoorbeeld het bericht van het vliegtuig die neerstort, die is in het nieuws. En deze van, wauw, dit is echt super interessant, ik wil dit volgen. Ja. En dat je dus op die manier aangeeft wat je voorkeuren zijn en dat je ook op die manier gevoerd kan worden. Ja, dat doen we nu bij de Volkskrant. En dan kan je zeggen van, nou, ik wil over dit onderwerp, wil ik op de hoogte blijven. Dan geef het een sterretje. En dan komt het in je Mijn Volkskrant stream te zitten. Die we zo goed verstopt hebben dat bijna niemand hem kan vinden. Oh, dus om te zeggen dat dat nu een heel groot succes is, op dit moment niet. Nee. Okay, maar ik heb zeker vermoeden dat dat aan de user interface ligt eerder dan aan het feit dat mensen dat niet willen. Ja. En misschien moeten we dat ook niet in een apart lijstje op de website stoppen, maar misschien moeten we daar 's ochtends bijvoorbeeld een e-mail van maken. Misschien moet het in je horloge terechtkomen. Ja, of ik neem aan dat hij al in je boodschappenmandje ligt, of niet? De horloge van wie? Het Apple en Google en Ik heb een heel analoog horloge. Dat blijft ook zo, denk ik.
Ik geloof wel in die fragmentatie hoor. Ik denk dat de voorruit van je auto binnenkort ook aan de beurt is. Ja. Om dingen te gaan laten zien. Spiegels van taxis hebben dat toch ook? Ja, ja. Dat is normaal een klein voorbeeldje. Maar weet je, en ook het bijvoorbeeld nieuws in audio kunnen consumeren, maar wel specifiek voor jou geselecteerd in plaats van die radio die toch maar doorsnee is en voor iedereen. Ja, weet je, ja. Daar ligt misschien ook wel een kans vanuit nieuwsmedia. Enfin, je kan ook met Sprit leuke dingen doen op horloges, maar dat zijn technische oplossingen. De vraag is in hoeverre vult het echt een behoefte in? Nou ja, wat ik wel interessant vond, zeker met het nieuwe patroon waar Apple dan mee kwam vernieuwd, dat was de glance. Dus dat je eigenlijk zegt van, hey, dat is interessant. Ja. En dus deed je dat en dat het makkelijker is dan helemaal je unit uit je broekzak halen. Ja. De telefoon dus. Ja, ik begreep je dit. Ik vind dat Apple één ding helemaal niet begrijpt en dat is dat... Tenminste, nou ja goed, nu lul ik natuurlijk weer voor mezelf en niet voor iedereen. Ja, maar ik wil juist zo min mogelijk notificaties. En ja. Apple heeft zich heel erg gefocust in het perfectioneren... Ja. Van het brengen van notificaties. Nou ja, perfectioneren. Ik word echt de godganse dag. Zeg maar, er is een update en je hebt afspraken en er zijn e-mails en berichten. Ja, ik weet het geen van hoor. Alles is belangrijk. Apple vertelt mij elke dag. U heeft een hele drukke dag vandaag. Heb ik zoiets van flikker op? For real? Ja, ik wil niet de mening van een gadget over mijn dag. Oh shit, Sherlock. Ik heb elke dag een hele drukke dag. En ik heb altijd 6 afspraken. Ja. Dus rot op. Weet je, daar ben ik niet blij mee. Maar eigenlijk is dit is wel een business model kwestie. Wat weten we? We weten dat mensen vaak 20, 25 apps op hun telefoon hebben. En dat ze er eigenlijk maar een stuk of 5, 6 gebruiken. Ja. Dat weet Apple ook. Waar verdient Apple geld aan? Aan die apps en de in-app purchases die erin moeten gebeuren. Ja. Dus je ziet langzaam maar zeker de focus verschuiven van op de eerste pagina op het telefoon zijn. Naar een excuus krijgen om in het notificatiescherm te komen. Ja. Dus die functionaliteit in die notificatieschermen die breidt ook langzaam maar zeker uit. Ja. Dat gaat van een glance gaat het naar al ermee kunnen interacteren. Ja. Al meteen doorlinken naar de applicatie. En het is gewoon een manier om te zorgen dat je toch al die apps blijft gebruiken. Zodat app telkens die 30% kan blijven verdienen. Ja. Dat is het grappige, hè? Want zij gaan er, of in ieder geval tot voor kort gingen ze de prat op dat zij een soort van de ambassadeur van de eindgebruiker zijn. Ja. En, ja, nee, maar ik bedoel, we weten dat er een businessmodel achter zit. Maar ze hebben ook echt actief dingen tegengehouden van, ja, maar sorry, maar dat gaat niet door. Nee, dat is daarom waarom ze beacons ingebouwd hebben in elke telefoon zonder dat iemand erom vraagt. Ja. En bij elke update zetten ze Bluetooth weer aan. Ja, ik vond dat... iedereen zet dat uit. Heel erg handig, inderdaad. Ja. Zeg maar, wat is inderdaad een callback naar de vorige wasstraat. Ik heb het gecontroleerd. Het klopt. En het is niet alleen met updates. Nee. Het is serieus. Er zijn momenten dat ik denk van, ik gebruik bijna nooit Bluetooth. En dan is het echt een bewuste keuze. Ja. En ik heb hem 3 of 4 keer deze week al uitgezet. Ja. Okay. Zoals dat dus Facebook, of ik ben paranoïde, wat heel goed mogelijk is. Net zoals Facebook je notificatiefeed altijd weer terugzet op de standaardstand waar je al 80 keer gezegd hebt nee. Ja, ik wil geen top stories. Ik wil geen topstories of ik wil gewoon alles zien en niet alleen maar wat jullie algoritme belangrijk vindt. Weet je, uiteindelijk is daar toch een soort van worsteling gaande tussen het apparaat of het bedrijf en de consument. Maar goed, en dat is dan het grappige dat er een worsteling is. Hè? Je zou zeggen van, dit hoort in het verlengde van je. Probeer dat soort dingen in het verlengde van... De belangen die jij, of de dingen die jij graag met een klant wil en die een klant ook aan jou vragen als bedrijf zijn. Ja, maar zodra het lijkt zo vaak dwars op te staan. Zodra je een duaal business model hebt, heb je dit. Ja. Even terug naar 2 dingen. Apple wil slaat even plat voor ons. En geld verdienen aan de klant en geld verdienen aan de bedrijven die de apps maken. Ja. Dat zijn 2 dingen die ze moeten doen. Dat was eerst niet, toch? Dat had Apple eerst niet. Dat is pas sinds de app, want vroeger maakten ze gewoon iTunes. En toen ze met diensten zoals iTunes en software gekomen zijn, veranderde dat. Ja. En dan komt er altijd een conflict. Ik kijk maar naar de correspondent. Daar heb je geen last van de advertising, omdat ze gewoon geen duaal business model hebben. Ja, die hebben alleen maar geld van mensen die hun geld geven direct voor wat ze doen. En dus hoeven ze alleen maar die dingen te doen. Nou, ze hebben, te maken ze over hebben wel investors. Prima, maar die mensen die betalen ze om hetgene te doen wat ze vandaag doen. Namelijk een single business model te hebben, wat maar aan één kant geld te bouwen. Precies, ja. Loopt het eigenlijk, weet je dat? Goed, ik vind het een fantastisch initiatief. Ik heb wel begrepen dat er op zich voldoende mensen zouden zijn om het in de huidige vorm in stand te houden. Maar ik heb ook begrepen dat er op de achtergrond wel financiers zijn die
ervoor zorgen dat er meer mogelijk is dan wat alleen op abonnementenbasis dat zouden kunnen doen. Maar weet je, uiteindelijk moet je dat gewoon lekker aan Ernst Jan vragen. Die is heel sympathiek en die geeft ook gewoon antwoord op dat soort dingen. Het is iets wat gewoon wat moeilijk. Ja, ik snap het niet helemaal. Waarom lukt dat toch niet? Hè? We hebben telkens al, je hebt die twee soorten van geld verdienen online, waar het altijd over gaat. Reclame of betalen. Ja. Maar het lukt wel, hè? Ik bedoel, er zijn een heleboel partijen inmiddels, en dat zijn weliswaar, zijn geen grote commerciële en daarom hoor je het waarschijnlijk ook niet. Maar er zijn in Amerika, heb je Patreon en allerlei periodieke betalingen die mensen kunnen neerzetten voor een dollar in de maand of dollar in de week. En dan betalen ze voor een favoriete podcast of publicatie. Maar dat is altijd niche. Dat is altijd niche, want dat is heel logisch. Maar dat is de hele bedoeling. Dat is logisch, want dat kan je namelijk niet doen op een groot merk, wat jij net zegt. Waarom niet? Omdat de grote merken dingen doen die onderling uitwisselbaar zijn of tot op zekere hoogte. Of ook wel op een andere manier voor geld krijgen. Maar ook omdat ze commodity maken. Ze zijn bijna gedwongen, gewoon puur door de grote doelgroep die ze kiezen. De omvang die ze kiezen. Ja. Dat alles wat ze maken bijna niet anders kan zijn dan iets interwisselbaars. Precies, zeg maar. En daarom draaien alle Nederlandse radiostations dezelfde kutmuziek. Omdat ze allemaal mikken op dezelfde doelgroep. En keer op keer ook. Ja. Damn it. Maar ik hoorde ook het gerucht dat Google iets gaat beginnen dat je kan betalen voor een advertentievrij web of zo. Ja. Nou ja, goed, ik denk wel dat daar mensen zijn die daar interesse in hebben, maar ik denk dat je het beter kan bundelen. Klinkt als een niet bellen register. Ik zou zeggen, als je tegen mensen vertelt, weet je wat, betaal ons een euro in de maand. En je krijgt deze en deze dingen extra qua inhoud en we halen de advertenties weg. Uh-huh. Dat een model is waar je zeker op mobiel best wel de handen voor op elkaar krijgt. Ja, maar kom op, dat is het model van de Classic Cola. De Classic Coca-Cola Classic. Weet je wel, eerst vroeger had je dus zeg maar gewoon Coca-Cola. Ja. En op een gegeven moment maakten ze een nieuw recept. En het nieuwe recept was afschuwelijk en iedereen klaagde daarover. En de sales gingen omlaag, et cetera. Maar op een gegeven moment raakten mensen eraan gewend. Kwam de Coca-Cola Light en daar vonden mensen ook leuk. En op een gegeven moment was het zo van, en er is nu weer Classic Cola. En iedereen was, dus het is een truc zeg maar om mensen in beweging te houden. Om de verwachtingen weer. Ik snap het niet. Nee. Ik snap helemaal niet wat dit hier te maken heeft met waar we het net over hadden. Volgens mij is het wel een alternatief. Ik ontspoorde ook te dom voor. Hier heb je een reclamevrij. Geen Google-reclames, maar daar betaal je dan voor. Mijn punt was eigenlijk, vroeger had je dus Google die een beetje deed wat je wilde, namelijk antwoorden geven. Ah, langzamerhand zijn ze daar vanaf gegaan. Nu zeggen ze van, hey, als je er nu voor betaalt, dan krijg je gewoon wat je vroeger had. Wat je 5 jaar geleden had. Oh, zo, ja. Ja. En ik denk van, dude, really? Echt waar? En dus gaan we nu inderdaad die incentive krijgen dat we extra gaan betalen voor iets wat vroeger normaal is? Wat we eigenlijk al wilden. En wat wij hebben die discussie natuurlijk wel. Hè. Mensen die betalen ons voor een krantenabonnement in de basis, in hun hoofd. En krijgen er dan een website bij. En we beginnen dan plotseling dingen te roepen als, hey, ik betaal al. Dus hoezo staan er nog advertenties op die website dan? Ja, inderdaad. Ja. Wat natuurlijk heel grappig is, want in die krant staan ook advertenties. Ook, ja. En daar is het geen probleem. Ja. Op die website is dan plotseling wel een issue. Ja. Misschien desalniettemin, weet je, als iemand zegt van, het is voor ons een deel van het businessmodel. Wij krijgen de begroting voor die redactie niet rond, tot op de laatste stagiair, als we niet ook advertenties hebben online. Ik wil niet zeggen dat de helft van de redactie ervan betaald kan worden, maar het is wel een onderdeel van het businessmodel. En als iemand zegt, weet je, ik prefereer het om al die ellende niet te zien. Ik wil niet uitgenodigd worden om lekker te gaan tinderen of second chance of second lover. Weet je wat, doe mij die onzin even niet en hier is €12. Nou ja, weet je, als dat uit kan, wie zouden wij dan zijn om te zeggen, nee, je moet naar reclames kijken. Dat ook prima. Maar de vraag is natuurlijk ook, zijn de reclames, is dat hetgeen waar mensen vanaf willen? Want voor mij persoonlijk, en misschien weet ik gewoon te veel van hoe dingen werken, maar alles lastig. Ja. Ja, nee, maar weet je wat ik weet, dat met al die reclames krijg je ook een heel stuk de tracking en beacons en weet ik veel wat. Pas geleden deed ik de website van de Telegraaf, opende ik. En dan krijg je dus letterlijk 32 externe JavaScripts wat beacons zijn. Hè? Dus dingen die jou volgen over van alle websites. Ja. Advertising van vijf verschillende partijen, ja. Et cetera, et cetera. En Analytics, blijkbaar willen ze van Google en van 3 andere partijen weten hoe alles loopt. Ja. En dan denk ik van, jongens, waar zijn we mee bezig?
Ja, zeg maar, ook sowieso, het gaat niet over dat intenties. Dat is niet waar ik vanaf maar misschien wil. Misschien weet jij dat. Waarom willen al die bedrijven dat allemaal weten? Ja, en waarom zetten ze 9 miljoen partijen daarvoor? Al die bedrijven en allemaal maakt dat ik deze hele vraag heel wat moeilijk kan beantwoorden. Ik bedoel, slaat even plat die, voor die bekken. Nou ja, oké, okay, er zijn twee dingen. Twee dingen die belangrijk zijn. Weet je, eigenlijk, je bent niet bij de Telegraaf. De Telegraaf doet die analytics en dat doen ze kennelijk slecht, anders heb je geen drie systemen nodig. Precies, ja. Maar even als je kijkt naar de rest van de commerciële handel die daar gebeurt. Ja. Er zijn op zo'n pagina waarschijnlijk een stuk of 5, 6 advertentieposities bij de Telegraaf. Ja. Elk van die advertentieposities is op dat moment verhuurd. Dat is een kamertje, dat is verhuurd aan heel iemand anders. Ja. En die heel iemand anders, dat zijn dus 5 verschillende, 6 verschillende bedrijven die graag willen volgen wie degene is die nu kijkt. Hoe die interacteert met die advertentie. Maar ik bedoel, waarom willen ze waarom? Dat weten? Omdat ze bijvoorbeeld willen zorgen dat jij niet 10 keer dezelfde advertentie te zien krijgt als ze weten dat jij daar niet op gaat klikken. Dus om bijvoorbeeld een RTB, een bot, te kunnen bepalen, moeten ze kijken welke persoon hebben we hier, welke doelgroep is het, hoe vaak heeft hij onze campagne al gezien, zijn we al aan de frequency cap dat we weten dat het geen zin meer heeft. Is deze persoon eerder op een andere site gezien terwijl hij een American Express formulier invult en is hij eigenlijk heel praktisch afgehaakt. Dingen. Weet je, je wil weten, is iemand in de markt voor een bepaald product ten eerste en wie is het ten tweede? Dus dat zijn die twee dingen. Oké, maar dat lijkt dus een beetje inefficiënt te gaan. Nee, dat is niet inefficiënt. Het is gewoon, er zijn 6 verschillende huurders die allemaal uitgeserveerd worden. Vaak doen ze dat niet eens zelf, maar hebben ze daarvoor een middleman partij die ook nog zijn eigen statistieken en tracking bijhoudt. Dus heb je al 12 tracking beacons, gewoon van de partijen die dit mogelijk maken. Ja. Maar mijn punt was dus uiteindelijk, ik bedoel, het is interessant hoe dit werkt. Dat merk jij, omdat je dat aanzet, omdat je dat wil waarnemen. Ja. De wereld merkt er niks van. Maar mijn vraag is eigenlijk ook, het prima dat dat inderdaad meeloopt, maar het bekruipt mij steeds meer het gevoel dat dat misschien het product is. Dus dat al die informatieverzamelingen door al die partijen, dat dat misschien hetgeen is wat, door een andere partij weliswaar, dus niet door degene die de advertenties neerzet, maar door geïnteresseerden ook wordt gekocht. Ja, dat is natuurlijk ook zo, maar het is ook heel belangrijk om te zien wat er gebeurt. Maar dat is hetgeen waar ik graag vanaf wil. Ik wil daar vanaf. Die advertenties, dat vind ik best oké. Jij weet hoe je dat uit kan zetten. Dus dat doe je dan lekker gewoon. Maar de logica is voor de marketeer. We hebben nu bijvoorbeeld een product bij de Volkskrant waarbij je alles van de Volkskrant online kan lezen. Ja. Dan willen we graag weten hoeveel mensen die een Volkskrant abonnee zijn, hebben hier ooit alles op de website ingelogd met hun credentials om dat te kunnen doen. Want onze aanname is dat we mensen daar een plezier mee doen. Maar als ik na een half jaar constateer dat er 2000 man ooit heeft ingelogd, dan is die aanname waarschijnlijk niet juist. Dus je probeert continu te toetsen, ben ik mijn klant goed aan het helpen hier, maken ze er gebruik van. En ja, weet je, dat kan je alleen doen door mensen te volgen. Dat geldt voor adverteerders ook, maar dan op een wat plattere manier. Die willen gewoon weten, is deze persoon in de markt van mijn aanbieding? En beweert hij zich in mijn doelgroep en kan ik hem mogelijk beïnvloeden? Daar gaat het om. Dat jij daar geen prijs op stelt, dat snap ik. Oh ja, nee, maar dat vond ik... ik bedoel, dat is ook interessant wat ik wil, maar daar zitten we misschien voor. Het is in feite een productverbetering waarvoor je dat wil. Ja. Ik bedoel dat ik het uit kan zetten, dat is dan natuurlijk oké. Maar ik denk dan juist van, als je mij wat zijn er ook andere manieren om dit misschien beter te maken of zo? Soms wil je gewoon dingen in absolute zin weten. Je kan best wel een steekproef doen met gewoon 10, 12 gebruikers praten, dat doen we ook. Maar bijvoorbeeld, er was een idee toen we met Volkskrant Select begonnen. Wat een klein appje is waarmee je elke dag 10 artikelen uit de krant van morgen kan lezen. Ja. Nou ja, er waren mensen die zeiden, dan geven we 10 artikelen uit de krant van morgen weg. Misschien lezen mensen wel niet meer dan 10 artikelen gemiddeld. Dus dan hoeven ze de krant ook niet meer te kopen. Nou, wat je dan doet, is je kijkt vervolgens naar de hoeveelheid mensen die ooit dat appje gebruikt hebben, die ingelogd zijn. Dan ga je kijken, het gedrag van mensen die een Volkskrant abonnement hebben, is dat anders dan mensen die dat niet hebben? En van de groep Volkskrant abonnees die dat ding regelmatig gebruikt, zeggen daarvan meer mensen hun krant op dan mensen die dat niet doen. Dan kan je zien of er inderdaad sprake is van cannibalisatie of vervanggebruik. Ja. En dan kan je daar vervolgens iets van gaan vinden. En dan kan je het ding 10 keer zo duur maken als het zo is. Of je kan hem stoppen. Of je kan denken, dat is kennelijk wat mensen willen, dus laten we dat maar bieden. Ja. En? Maar zonder die informatie weet je dat niet. Nee, inderdaad. Nou ja, goed. Wat was de conclusie? Of, Ja, veel mogelijk. Nou, er zijn nu van de...
ja, de totale hoeveelheid abonnees die dit kan gebruiken is natuurlijk ook weer beperkt. Want niet iedereen heeft een smartphone, dus je weet niet hoeveel mensen in potentie het zouden kunnen gebruiken. Ja. Maar we hebben nu meer dan 100.000 downloads van die app gehad. En er zijn dagelijks 10.000, 12.000 mensen die dat ding gebruiken. Okay. Maar er zijn wel ergens tussen de 25.000 en de 40.000 die dat in de maand een keer of een paar keer open doen. Ja. En het grappige is dat een andere aanname is dat je om 's avonds om 10 uur best wel een paar dingen wil aangereikt krijgen, maar niet te veel, omdat je eigenlijk één of twee artikelen lezen lekker vindt. Nou, dan ga je dus kijken hoeveel mensen gebruiken die app daadwerkelijk tussen 10 uur en 1 uur 's avonds. Ja. Want ja, dat is het gebruiksmoment waar je op mikt. Nou, dat blijkt toch een kleine meerderheid te zijn. En de vraag is dan, is het erg dat de rest van die mensen op een andere tijd van de dag ernaar kijkt? Ja, daar kan je van alles van vinden. Je kan denken, god, we moeten hem mensen meer dwingen om op dat moment te bekijken. Ja. Of je kan denken, nou ja, prima, het maakt niet uit wanneer iemand kijkt. Maar dat tijdstip heeft toch ook te maken met het klassieke, hoe noemde je dat ook weer, zakken van de krant? Ja, dat klopt. Daar is het op gebaseerd. Ja, het idee is van, we hebben het nieuws echt af om 10 uur. Dus waarom zou jij moeten wachten tot de volgende ochtend om alvast een paar dingen te kunnen zien? Ja. Een ander ding is, heel veel mensen staan om 8 uur 's ochtends brooddoosjes vol te smeren. En die hebben niet zoveel tijd voor opinie, achtergrondstukken, juist op dat moment. En dat zijn precies de stukken die we daar dan ook in die app zetten. Zodat je, weet je, het nieuws kan je dan even snel koppensnellen. Ja, ja. Maar ja, een column, dat valt niet te koppensnellen. Die moet je gewoon van A tot Z lezen. En dat, als dat de dingen zijn die je leuk vindt om te lezen, maar je komt er 's ochtends niet aan toe, dan word je niet vrolijk van. Dan denk je, ja, ik vind het leuk, maar eigenlijk lees ik het nooit. Dus ik zou hem eigenlijk, ik zou hem dus eerder op de avond verwachten. Want om 10 uur ben ik meestal te moe om lange dingen te lezen. Nou, misschien zouden we hem ook wel om 9:30 kunnen brengen. Misschien moeten we dat ook nog eens een keer nog doen. Nog eerder, ik zou maar hem 8 uur, ja, zoiets. Uiteindelijk was die app die was logisch. Omdat we op het moment dat we hem uitbrachten, verder nog alleen maar een site hadden die standaard artikeltjes bevatten, maar niks uit de krant. Ja. Nu hebben we een app waar sowieso alles uit de krant in komt. Dus je kan je afvragen, wat is de toegevoegde waarde van dat select ding nog? Ja. En misschien moeten we dat op een nieuwe manier invullen. Bijvoorbeeld richt op een hele andere doelgroep. Ja. Die helemaal geen krantenabonnee is. Het is gewoon een formaat, toch? Ik bedoel, het is hetzelfde. Het is een soort van verdieping van hetgeen wat je al had. Het is een ander venster op dezelfde redactionele content. En misschien, weet je, je kan heel makkelijk zeggen, oké. Okay, dat hebben we vroeger gemarket als een extraatje voor abonnees. Van kijk al een beetje mee naar de krant van morgen. Een soort sneak preview gevoel. Hartstikke leuk. Mm-hmm. We hebben het ook eigenlijk alleen maar in onze eigen media gemarket. Dus er zijn heel weinig niet-Volkskrant gebruikers die dat kennen of die dat geprobeerd hebben. Ja. Wat we best kunnen doen is zeggen, weet je wat, we gaan er nu allemaal er nieuws in stoppen wat gericht is op de doelgroep 20 tot 30 jaar. En dan gaan we proberen daar mensen meer kennis te laten maken met wat wij te bieden hebben als nieuwsorganisatie. Mm-hmm. Maak je een hele andere selectie en dan moet je dus gaan marketen op plekken waar je die mensen kunt bereiken. Ja. Dus dan gaan we leeftijd tracken op internet met beacons en dan gaan we ze banneren. Jezus. Ja, en de cirkel is rond. Ja, we tussen de 20 en de 30 en hoog opgeleid. Jongens. Nou, dan ben je misschien wel geïnteresseerd in deze app. Probeer hem eens. Ja. Ja, zo gaan we dat er misschien wel doen. Of niet. Ja. Misschien zeggen we wel, joh, laat maar zitten, die ene app van de Volkskrant. Maar het is wel te gek natuurlijk. Je zit gewoon op een plek waar je gewoon allemaal dit soort experimenten kan doen. Dat is heel erg. Maar ja, er wordt natuurlijk ook wel resultaat verwacht. Maar ja, toch wel, ja. Het is natuurlijk op dit moment wel het moment om te experimenteren. Want we weten het gewoon niet. Nee. Ja, kijk, toch? Klopt. En is het niet zo, je had het helemaal in het begin had je het over dat mensen ideeën bij jou komen pitchen. Zitten daar misschien ook consumenten, dus eigenlijk mensen die consument zijn en zeggen van, weet je, dit wilde ik eigenlijk altijd hebben. Zouden we dat onder de vleugels van een persgroep kunnen doen? Dus een bepaalde redactionele stijl of een andere of een hele slimme selectie specifiek voor een bepaalde doelgroep. Dat lijkt me geweldig, maar dat soort consumenten melden zich niet spontaan bij ons. Maar we doen wel moeite om dat soort uitspraken te ontlokken aan mensen. En daarvoor nodigen we mensen bij ons uit. En die laten we kijken naar wat we aan het doen zijn. En, jullie hebben een perslab. Nou, een mooi voorbeeld. We doen ook gewoon UX-testing, zoals dat zo mooi heet. Veel van gehoord. Dat begint bij gewoon vragen aan mensen of het idee wat je hebt, of ze dat een beetje aantrekkelijk vinden. Ja. En dan hoef je nog helemaal niks voor gewebdesigned of geappt of wat ook te hebben. Nee. Laatst hadden we een idee voor een app met twee dingen waarvan we dachten we die mensen heel tof zouden vinden. Mm-hmm. Een van die twee was dus een uit eten app. Een van die twee was dat we echt konden laten zien waar je wel of niet terecht kon op dat moment. Zodat je niet voor niks naar dat restaurant toe zou gaan. Nou, dan vraag je aan mensen, wat vind je ervan? En zeggen mensen, ja joh, whatever, dan ga ik toch een restaurant verderop.
Ja, precies. Oké, nou dat is fijn dat we die hele app die gebouwd hebben. Ja. Weet je, dat is ook praten met je klant. En, maar dat spontaan mensen met een redactioneel concept naar ons toe komen en vragen, kunnen jullie dat niet maken? Dat heb ik nog niet meegemaakt. Nee, nou goed, je ziet natuurlijk op bijvoorbeeld Kickstarter, daar zie je eigenlijk heel vaak bekende ideeën, maar dan met een kleine twist. Ja. We hebben bijvoorbeeld bepaalde games die gemaakt. Nou, een game is dan misschien wel een heel erg complex format. Maar game. Pas op, de fuik. Oh, de fuik. Oh. Even dat is helemaal verbouwd. Ja. Oh ja, er staat nu een gebouw. Dit is een winkelcentrum is er gekomen zelfs. Ja, inderdaad. Ja. Misschien is dit toch winstgevender. Even het lot starten. Ja, toch hier. Oh, living on the edge. Ja. We ons messen naar buiten gooien. Vingers opsteken, helaas. Nee, dus op Kickstarter, daar heb je dus een heleboel mensen die zeggen van, weet je, fuck it, ik doe het gewoon zelf. En ik ga nu dit idee pitchen aan iedereen. En ik weet dat er veel mensen zijn die soortgelijke gedachten hebben, alleen niemand doet het. Hoe heet die nou? Die hebt een Kickstarter, je hebt een site en die houdt alle Kickstarters bij die 0 cent hebben verzameld. Oh, nice. Dus de mislukte Kickstarters die ook nog eens 0 cent hebben. Oh. Ik ben altijd heel benieuwd naar dingen zoals Kicktracker, dat kennen jullie vast ook wel, of niet? Nee, nog niet. Nou, Kicktracker, dat houdt bij wat de beweging is op een bepaalde Kickstarter. En vertelt je na 3 dagen al, kansloos. Okay. Deze gasten gaan het nooit halen. Oh, ja. Op basis van het tempo van funding en de bedragen enzovoort doen ze, natuurlijk is het mathematisch. Dus als jij de dag daarna in de New York Times staat, dan zou het wel eens heel anders kunnen lopen. Ik wilde net zeggen. Dat maar het is op zich wel grappig en ik kijk er wel naar en dan denk ik van, is dit wat? En dan kijk ik even naar Kicktracker en denk van, kansloos. Het gaat op 60% komen. Nou, dat zie ik niet meer gebeuren. Maar dat is meer entertaining voor je, of entertainment voor je, dan daadwerkelijk van, ik zie dit idee zelf ook wel zitten. Nou, ik vind het een mooie manier om te toetsen. Als ik een idee zie waarvan ik denk van, zou het wat zijn? Dan kan je direct zien of het echt tractie heeft of niet. Terwijl, als ik ergens op een gegeven moment 120.000 euro van 2 miljoen zie staan, dan heb ik nog niet zoveel gevoel erbij. Als Kicktracker mij vertelt dat ze daarmee never hun doel gaan halen, dan denk ik van oké, dat is inderdaad een te duur idee. Ja, maar oké. Nee, maar het hele punt van Kickstarter is natuurlijk juist de ideeën die waarvan iedereen zegt van nou, dat gaat nooit lukken, dat die juist gaan lukken, toch? Ja, dat is een beetje de lol ook in, hè, van ik weet niet of jullie die Death Star gezien hebben op Kickstarter. Er zijn plannen gemaakt om een Death Star te bouwen. De echte. En daar kan je op intekenen. Wat voor of na de explosie? 20 miljard. Maar je kan ook de eerste stage was al dat op het moment dat er in elk geval 10 miljoen zou zijn, dan zouden ze gedetailleerde blueprints uitwerken voor hoe die gebouw moet worden. En dan zie je dat daar echt 10.000 man geld op inlegt. Zo van, make it happen. Dat is ook heel echt het karakter van Kickstarter, vind ik. Het is ook vooral entertainment. Ja. En uiteindelijk die mensen die verder echt een business idee hebben die naar Kickstarter gaan. In toenemende mate zijn het bedrijven die gewoon van tevoren al een stuk kopers buy-in willen hebben. Een van de laatste. Dat is wel hoe het vroeger werkte. Alle boeken die voorheen werden geschreven, daar ging je van tevoren voor zorgen dat mensen hem alvast kochten. Ja. Dus voordat uitgevers er waren, dan ging je gewoon mensen verzamelen. Oké, nu heb ik genoeg geld, nu kan ik een boek gaan schrijven. Het beroemde verhaal van Oliver Twist, hè, dat ging met de boot, ging dat vanuit Engeland, als Dickens weer een nieuwe episode geschreven had in zijn feuilleton, ging dat naar Amerika en dan stonden mensen op de kade, stonden daar zo te roepen over het zieke meisje. Does she live? Does she live? Wauw. Ook dat is media, maar dat gaan we niet terugkrijgen, denk ik. Nee. Kom op, niet zo. Die traagheid, dat kan nooit meer. Nee, die traagheid is misschien niet, maar... We hebben inmiddels telegraaf. Kabels op de bodem liggen. Het mooiste voorbeeld natuurlijk van hoe dat op televisie werkte, was vroeger. Kijk, Star Trek is een van de eerste televisieseries die kapot gegaan is. Waarom? Het kostte meer dan 1 miljoen per aflevering om te maken. Op zich geen probleem, want het werd ook in 32 landen uitgezonden. Ja. Maar Star Trek is ook de favoriete televisieserie van nerds. Dus wat gebeurde er op een gegeven moment? Ik weet niet wat je bedoelt. De meest gepirateerde televisieserie ter wereld was Star Trek. En dat werd gemaakt in een studio. En op een gegeven moment hadden ze zoiets van, maar het lekt elke keer voordat het uitgezonden wordt. Dus uiteindelijk hadden ze de ideale oplossing, namelijk een satellite uplink die echt letterlijk maar een uur voordat het uitgezonden moest worden, de beelden van de studio daadwerkelijk naar de uitzendraad stuurde. En wat denk je? De uplink werd gehackt.
Dus alsnog stond de torrent live voordat het op televisie was geweest in HD. En guess what? They don't make Star Trek anymore. Waarom? Omdat het was sowieso al een niche programma. Yeah. En die niche, dat waren de mensen die het tof vonden om dat dan al te torrenten. Dus ja, de kijkcijfers gingen gewoon steeds verder naar beneden, maar de kosten niet. Yeah. En einde oefening voor dat product. Oké. Maar de, ja, wat bizar dat mensen daar dan ook niet op inspelen. Ik bedoel, hier heb je gedrag wat zegt zo van... Oké, mensen vinden het heel gaaf om de eerste te zijn of nog eerder of dan vroeg te zijn. Ja, daar kan je toch ook geld mee verdienen. Ja, lijkt me ook, ja. Hebben jullie Pelican Books gezien? Dat is een, volgens mij een onderdeel van Penguin of zo. Ja, ik heb die site gezien. Ik had hem, nee, nog niet. Die hebben die hebben bedacht. Nou ja, mensen willen gewoon... boeken digitaal lezen. Tegenwoordig hebben we 100.000 verschillende manieren waarop dat kan. Ja. Hier heb je een website en dan kan je het eerste hoofdstuk gratis lezen. Het ziet er fantastisch uit. Het werkt op alle apparaten die je hebt. Okay. En je kan quotes delen. Oh, nice. Het is gewoon super. En het ziet... Ja. Het doet ook niet te veel dingen. Heel mooi. Huh? Het doet ook niet te veel dingen. Het doet bijna niks. Nee. Nou, het doet best veel, maar je ziet het allemaal niet. Het is gewoon super eenvoudig. Dus je, ziet, je kan inderdaad delen, maar dat zie je niet. Dan word je niet meer lastiggevallen. Nee. Er staat niet van, zet dit op Facebook. Nee, het is niet in je face, het wordt gewoon mogelijk maar gemaakt. Alleen maar als je kopieert, dan staat erbij, wil je via Facebook of Twitter delen. Nice. Of e-mail. Oké. Ja, dat is echt wel een hele goede site. Vooral inderdaad wat je zegt, helemaal geen, het zit niet in je face. Het is gewoon heel rustig. Er zijn zoveel intelligente mensen. Ik zou op het AD zou ik het nooit aandurven om die Facebook-knop weg te laten. Onder het motto, als je de tekst highlight, gebeurt het wel. Nee, okay, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, nou, ja. Mensen zijn complexere dingen zichzelf aangeleerd. Maar inderdaad, als je de behoefte wil aanpakken, ja, dan zou ik dat toch wel graag willen. Ja. Ja, ja. Ik vind dat best prettig. Ja, dat kan me wel voorstellen. Een aantal tientallen procenten van ons verkeer komt inmiddels van social media. Oké. Dus dat moeten we niet onderschatten. Nee. Nee, ja, dat is al best. Maar goed, je had, hoe heet het, Smashing Magazine had een onderzoek gedaan toen ze de share buttons weghaalden. Dus Facebook button en Twitter button. En toen werd er meer gedeeld. Ja, op een slimmere manier. Nou, er werd beter gedeeld, kwalitatief beter gedeeld. Dus ja, dat vind ik heel belangrijk vandaag. Dus er was engagement in plaats van meh. Dus mensen drukten op de like-button, maar daar gebeurde niks mee. Terwijl anders gingen ze de URL kopiëren, een stukje bij schrijven. En dat zorgde dus voor minder likes, maar meer Maar als je het helemaal traffic plat slaat, dan bestaat sharing en social eigenlijk uit twee dingen. Om te beginnen. En dat was het. Om te beginnen wil je dat mensen op je link klikken en dat ze het interessant vinden. Dat is heel erg belangrijk, maar als uitgever is dat is niet de definitie van succes. En heel veel uitgevers maken die fout. Discussie had ik laatst nog met iemand van de Volkskrant. Ik zeg, als dat de definitie van succes is, dan moet jij gewoon lolcats video's gaan zien. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Dus waar gaat het om? Het gaat om de tweede klik. Namelijk, als je iemand binnengekregen hebt in je winkel, en diegene doet daarna nog een klik, dan heb je ook iemand in je winkel gekregen die een relevant publiek is voor hetgene wat jij te bieden hebt. Ja, als het alleen maar om die eerste klik gaat en je hebt een bounce rate van 90%. Ja. Dus mensen komen je winkel binnen, kijken rond en beziet van, dat is niks voor mij. Mm-hmm. Ja, weet je, dan kan je de moeite besparen om ze binnen te halen. En heel veel mensen kijken het nog steeds op die eendimensionale manier naar. Maar mensen, het gaat om de tweede klik. Dat is de les, jongens. Twee dingen, twee kliks. We slaan het even plat. Dit was hem. Hey, tot de volgende keer. Doei. Doei.